€19,07. Wow! Dat bedrag hadden de band van CBS De Springplanken in Engwirum ophellen met een sponsorloop. Het yield gaat naar de vogelpits in Moddergat, die vogels en oorlietse bisten opvangt. De check wat tongensje door de band zelfs oerlangen. Het yield kwam lykwijls net samen binnenrollen. De band was nog flink haar best van. Het was best wel zwaar, vooral ook omdat het best warm weer was. En sommigen kregen zelfs ook nog eens een bonuspunt. Onze directeur die had dan een vraag, een keersom of zo, en die moest je dan goed beantwoorden en dan kreeg je een extra stempel. Haast €2000 is een flink bedrag voor een squalle, maar 42 leerlingen. Master Romke Talsma is dan ook 10 grutsk op de band. Hartstikke grutsk, ja, dat is hartstikke mooi. De band heeft zich echt enorm inzet. Ze hebben een heel soort sponsoren zocht. Ze hebben heel hut ontdraaien west met de sponsorloop, dus het is fantastisch. De check waard oerlange on Ilke Jan Wiersma van de Vogelpits. Hij is bot onder de indruk van de band haar prestatie. En hij voelt hem super vereerd dat ze zien opvang kiezen haar als goed doel. Ik heb al jetzt haar ontzettend onderin west en fresk een best hier. Heel bijzonder. Echt, ik ben er heel wat stil van inderdaad. De band had het goede doel voor haar een sponsorloop naar Master Romke heel nog zelfs uitkezen. Meerdere hiet, hoe graag iets van beesten doen. En toen heb ik zo'n van, ja, wat zit je dan in de buurt? En dan kwam ze al gauw bij de vogelpits. Ik ben zelf een diervriend, want wij hebben, overal hebben wij wel dieren. En ik ben heel blij dat we voor dit doel zijn gegaan. De vogelpits kan het yield goed broeken. Het wordt bestegen om een nieuw boetensverblijf van reën. De sponsorloop kan dus beschouwd worden als een groot succes. Volgend jaar gaan we dit zeker weer doen. Het is een succes, het is voor herhaling vatbaar. En ja, dan maken we maar weer even met de bijen niet parteren in wat ze dan graag willen.